En welkom in ons tempel, het Spelershotel. Natuurlijk zijn er altijd gasten, weet je, die gewoon altijd lekker kunnen hangen. Zeker in lobby's, hè? Dat is van die lobby rats noemen we dat. Zie je toevallig één? Hey. Zien we tellen? Uiteraard moeten we elke keer zorgen dat we van de kamers, van het hotel, van de lobby naar de tennisbaan moeten. Mag ik een auto om 12 uur alsjeblieft? We hebben altijd een befaamde snoeppot hier. Blijf altijd vanaf. En natuurlijk in de avonden hebben we wat meer rust, hebben we meer tijd en dan gaan we altijd wel even de bar opzoeken. En uiteraard, we zijn topsporters, maar wij drinken ook wel eens wat. Ik heb zelf hier ook volgens mij gisteren 2 gin tonics op. Dat was geweldig. Een hele grote viskom had ik op. Maar weet je, je moet wel af en toe kunnen ontspannen. Nou, dat is het moment dat we natuurlijk omhoog gaan. Dan gaan we kijken naar de kamers. Vooral mijn kamer, hoe die eruit ziet. Laten we even een kijkje nemen. Kom binnen. Ik mag zeggen dat dit best een luxe kamertje is. Het is een goed bed. Schoon. Nou, ik weet niet of het nu heel schoon is. Zo ziet het er in ieder geval niet uit. Maar laten we even een kijkje nemen. Bij tennis hebben we tot veel tassen mee. Nou, hier hebben we 1, 2, 3 tassen. We hebben extra schoenen mee. Er is werkelijk niks fijner als je van een ander toernooi komt. Nou, wij kwamen net uit Sofia. Je hebt een zak vol met was mee en je kunt hem afleveren. En ze brengen hem gewoon netjes geordend in een zakje terug. Laten we even een kijkje nemen. Nou, dus wat jullie zien daar is een promenade met de winnaars. De oud-winnaars van het ABN AMRO toernooi. Helaas sta ik er zelf niet bij. Jammer. Maar er zijn natuurlijk heel veel bekende namen zoals ik daar kan zien. Jimmy Connors, Björn Borg. Er zijn er redelijk wat namen. Dus het is leuk om daar kennis mee te maken. Ik heb een beetje een verslaving aan geschiedenis. Ik vind het leuk om te lezen. Ik word er relaxed van. Ik ben best wel moe. Ik heb het goed gehad.